Het was een hele inspirerende dag. Het mooie daarvan is dat je het landschap, dat de klei die gewonnen wordt in het landschap, tot eindproduct ziet. En de natuurontwikkeling die daarmee gepaard gaat, die sprak mij bijzonder aan. Ik ben blij verrast om te zien wat er gebeurd is met alle natuur die hier ontstaan is. En de kleiputten die afgegraven zijn en wat daarvoor in de plaats is gekomen. Eerder had ik productie van stenen nooit echt als component van natuurontwikkeling gezien. Dat vond ik nu een hele interessante combinatie. Ik vond het een hele mooie excursie. En vooral bij het erfkamerschap de nieuwe natuur die daar gecreëerd is, de rietvegetatie waar je prachtig kon zien wat het gaat worden. Mooi, dichte, begroeide rietvegetatie en je ziet de nieuwe velden. Dan denk ik, ja, dat is prachtig om te zien. En dan zie je hoe private ontwikkeling en natuur, maatschappelijke opgaves prachtig met elkaar samengaan. Ik vond het vooral interessant om te zien hoe landschapsontwikkeling bij delfstofwinning bij kan dragen aan een breder draagvlak.